Maar jij bent dus de mol en wie is de mol? Lieselot? Ja? Dus kunnen we het nog even hebben over het ergste wat ik jou ooit heb aangedaan? Weet je dat nog? Nee, welke keer bedoel je? Oh. Dat je een keer zo'n rare quote hebt geknipt toen ik op Radio 1 moest lezen. Dat ik zo hard heb gelachen daarna. Het was een winkelcentrum ergens dat onder water was gelopen. Ja. En toen zei jij al van tevoren, dit is de quote van het jaar. Maar ik had hem niet kunnen luisteren. En toen was het een mevrouw die met een lekker vet Zuid-Hollands accent zei. Want ze mocht het winkelcentrum niet in. Ja, daar sta je dan. Zonne-eten voor het mannetje. Het winkelcentrum in Capelle is gesloten. Ja, daar sta je dan, hè, zonder eten voor het mannetje vanavond. Er komen altijd dampen vrij bij het storten van een vloer. Maar door slechte ventilatie in de slagerij waar de vloer werd geschorst, liep de concentratie van de damp hoger op dan normaal. Wanneer het winkelcentrum in Capelle weer open kan, is onduidelijk. Het weer vanavond en vannacht minder nat, ook weer niet helemaal droog. Ja. Evelien, ja. Wat kun jij goed een geheim bewaren? Weet je hoe lang ik dat geheim al bewaar? Ja, maar jij bent dus de mol en wie is de mol? Wat grappig joh, dat wist ik helemaal niet. Leuk hè? Na, ik zeg lekker niks. Nee, dat weet ik. Hmm. Hoe vaak is het nou al gevraagd? Heel vaak. Ja, dat dacht ik wel. 100.000 keer. En weet je wat het allerleukste is? Is dat mensen proberen het op een slimme manier te vragen. Ja, dat lukt helemaal niet natuurlijk. Dat is echt zo grappig. Gisteren was er iemand die zei... Oké, en toen je eruit lag dan, waar ben je dan toen naartoe gegaan? Oh, wat slim. Echt zo. En dat ik zei, ik was in Colombia 3 weken. Echt zo leuk. Echt heerlijk. Ah, je trapt er niet in. Zo gaat dat. Wat gek. Dat is een mooie hond, hè? Zo mooi, hè? Kijkt een beetje bescheten, maar het is wel een mooie hond. Hey. Ja, hallo. Staat hij nou aan, denk je, Nathan? Ik denk het wel. Staat hij aan? Ja. Dus we hebben geen rood lampje. Toch lijkt hij wel te lopen. Ja, rek. Maar het betekent dat wij de camera van Martijn Nijhuis hebben. Martijn, ben je al in paniek? Heb je hem teruggevonden? Ligt uit. Zie je? Dit is allemaal speeksel, dit is allemaal vuiligheid. Dit. Oh, bang. Echt? Oh... Maar hij is iets minder vies dan wat ik zo net in het toilet heb gezien. Ja, want... Jongen. Ja. Je hebt een veiligheids- of een schoonmaakdeskundige meegenomen, hè? Ja, ik heb zeker. Dit is, Maak even reclame voor je reportage. Luister naar Fris, elke maandagochtend tussen 4 en 6 op NPO Radio 1. En dan hoor je aankomende maandag de reportage met de schoonmaakgoeroe. Ja, hoe heet de schoonmaakgoeroe ook alweer? Jaap Niesen. Hoe was het bij de toiletten? Ja, weet je, het is altijd heel link om daar een oordeel over te spreken. Want ik ken de afspraken niet hier met de schoonmaak. Maar wat ik alleen kan zeggen is dat het niet schoon is. En waar is het viezer? Bij de mannen of de vrouwen? Bij de dames. Maar er was zo net een damestoilet, maar die hebben we omgebombardeerd tot vrouwentoilet. Want degene die hem had achtergelaten was niet een dame. Lag overal. Overal. Nee, dat zou ik even gezegd hebben. Oké, maar hoezo? Waar is het dan vies? En op dames toilet? Ja, zijn het de muren? Is het het toiletpot zelf? Is het... Dames op een vreemd toilet, dus onderzoek, die hangen een beetje zo. Daar krijgen ze goede bovenspieren, beenspieren van. Ja. Die hangen erboven en dat spettert alle kanten op. Mannen kunnen nog enigszins gericht plassen. Ja, meestal wel ervoor omdat ze denken dat die langer is. Ja. Maar dames spetteren alle kanten op. Ja, nou mooi. Nou, luister naar de reportage. Wanneer is die te horen? Aankomende maandag tussen 4 en 6, Radio 1. NPO Radio 1, ook best een leuke zender. Ja.